deed alle casino SBC's in FIFA. Dus noem maar op wat er eigenlijk alles wat er nu te doen valt. 5 keer de 81 plus player pick, de 85 plus player pick, de 86 plus dubbele upgrade pack en 2 keer de campaign back player pick, waar future stars in zitten. Wat zit er nog meer in? Fut captains zitten erin. Dus genoeg kans op iets goeds vandaag. Ik heb ze allemaal gedaan, dus ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Kostte me aardig wat coins, dus als je even zou willen abonneren, zou dat best lekker zijn. Weet je, dat zou gewoon lekker zijn. Doe ook even dat belletje aan en abonneer, heb ik al gezegd. En like natuurlijk even deze video, dat wilde ik nog even zeggen. Ik zou zeggen, laten we gewoon bezig gaan met die player picks. Top. Oké, we zitten hier bij de player picks. We hebben dus 1 van 4 85 plus gold player. We hebben dus 5 keer, zoals ik zei, de 1 of 3 81 plus gold player en 2 keer de campaign back player pick. Laten we gewoon deze 5 als eerst doen. Dan 1 campaign back, dan de 85 plus en dan weer een campaign back. En dan de 86. De 86 dubbele upgrade. Maar laten we beginnen met de 81 plus player picks. Want ik ben benieuwd. Hey, kijk eens. In de eerste zit gelijk een walkout. Dat is lekker. Ik heb er dus een paar op mijn mobiel gedaan tot nu toe. En ze waren best wel slecht tot nu toe. Ik heb maar 1 walkout gekregen in denk ik 20 player picks of zo. Dus dat is niet best. Dat was Thiago ook gelijk. Dus het was geen goede walkout ook. Dit is letterlijk de hoogste die ik tot nu toe heb gekregen. Dus, Verratti, best lekker. Gaan we door. Krijgen we Witzel. Mooie afro. Iets minder mooie kaart. Er was helemaal niemand op te wachten hoor, op die grap van jou. Maar... dat maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben er nog 3 te gaan. Kom op. Sergio Asenjo. Dat is niet heel best natuurlijk. Dat is natuurlijk niet zo best. Oké, tot nu toe 2 keer 83 en een 87. Is niet slecht, maar het is ook niet super goed natuurlijk. Wat zit er dan achter? Nog een 83. Arthur. Zo gingen eigenlijk allemaal andere player picks ook. Alleen maar 83's. Oké, hebben we nog 1 keer een 81 plus player pick. Kom op. Weer Verratti. Oké, we kiezen hem maar gewoon en dan kan ik hem wel hier laten staan. Of nee, ik moet straks de pack openen natuurlijk. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar het is weer Verratti. En er is op dit moment ook niet even een lekkere SBC waar ik hem in kan leveren. Misschien de Pepe SBC, dat zou misschien een optie zijn. Maar daar moet ik zo even naar kijken. Oké, we zijn over, of we blijven over met de campaign bags en de 85 plus player pick. Marcelo is dus degene die ik het liefste wil, denk ik. Laat ook even weten natuurlijk in de comments wie jullie hebben gekregen, want ik ben wel benieuwd. Oké, we gaan de eerste campaign back openen, jongens. Wat zit erin? Tomiyasu. Ik ben een Arsenal fan, maar dat boeit me dan nou weer net niet zoveel. En José Fonte. 91 rated, fut captain promo. Laten we daarvoor gaan. Is in ieder geval weer lekkere fodder voor een andere SBC. En dan gaan we nu door naar de 85 plus player pick. En laten we dan maar hopen dat het gewoon iets goeds is. Ik ben heel benieuwd. Kom op. Ah, Harry Kane. 90 rated. Het is wel redelijk hoog. Maar het is niet wat je hoopt natuurlijk. Je hoopt op een fit captain of zo. Of in ieder geval iets goeds. Harry Kane en 5-star weak food. Dat wist ik niet. Heeft hij... huh? Heeft hij dat het hele jaar al gehad? Harry Kane? Nou ja. Los van die 5-star weak food blijft het natuurlijk gewoon een kutkaart. We hebben nog een campaign back en een 86 plus dubbele upgrade. Dus, laten we deze campaign back gaan openen. Kom op, wat zit erachter? Blauwe fiets, oké. Leuk, leuke kaart. Ik weet niet hoe duur die op dit moment is, maar die heeft 90 pace, 90 dribbelen, 92 schieten en 90 physical. Dat is niet slecht. 4-star is ook niet slecht. 90 jumping is lekker, want hij is 6-3... ik denk dat dat ongeveer 1,90 is uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker. Voor de rest, ja, zijn finishing. 97 finishing. Oké dan. 93 kracht. Deze man is volgens mij best wel lomp in game. Ik weet niet of hij kan draaien in game. Als ik dan ooit een Juventus past and present of iets ga maken, dan kan Vlahovic natuurlijk lekker daarin. Voor de rest José Fonte en nog wat andere kaartjes. Verratti moet ik voor nu even discarden, denk ik. En dan kan ik hem straks wel inleveren in SBC. Kan ik hem natuurlijk terughalen op de webapp. Hebben we nog 1 dubbele upgrade te gaan. De 86 plus rare rated players. Oké. Nou, we gaan hem meemaken. Ik ben benieuwd. Kom op. Laat het een promo kaart zijn. Please.
Het is geen eens 88 plus. Wie is dit dan wel? Ik wilde zeggen, als het nou weer Verratti is, dan zou het wel heel zuur zijn. Het is Immobile. Is ook niet goed trouwens. Maar het is iets beter dan Verratti. En José Fonte opnieuw. Oké, dan neem ik mijn mening terug. Dan is het nog best wel lekker. Een 91 voor fodder. Dat is nice. Dan kunnen we even naar de SBC's gaan kijken wat daar te doen is. Misschien is er wel iets goeds. We hebben dus de Pepe SBC. Best een leuke kaart. Maar ik heb al een El Clasico Pass en Preset gedaan. Dus of ik die nou nog echt nodig heb, denk het niet. Dan hebben we de Tim Cahill SBC. Laten we daar eens even een kijkje naar gaan nemen. Een 87 team, een 86 team, een 84 team. Weet je, dan kan ik hem net zo goed op de markt kopen. Hey, wel 93 pace. Tim Cahill. 93. Hoezo? Die glas was nog helemaal niet snel in het echt. Dan hebben we RVP, wat wel leuk is. Misschien kunnen we daar naartoe spelen. 87, 86, 84, 83 en... twee gratis teams. Dus eigenlijk maar vier teams. Is niet zo heel duur. Ik denk 400k ongeveer. En heb je wel gelijk een leuke Nederlandse icon. Moments Vieira moet je 11 teams voor inleveren. Moments Cantona is net nieuw. Moet je 10 teams voor inleveren. En dan hebben we natuurlijk nog de icon Moments Upgrade. Waar je een 88 team, een 87 team en twee 86 teams moet voor inleveren. Oké, ik heb niet heel veel fodder, denk ik, uit mijn hoofd. Dus ik ga even kijken wat ik ga doen en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, wat we gaan doen is gewoon de RVP SBC. Ik wil ergens dit jaar wil ik nog wel een beste Nederlands elftal maken. Heb ik vorig jaar gedaan. Dat was een leuke video op zich. Dus dat wil ik dit jaar weer gaan doen. Laten we even beginnen met het bronzen team. Kunnen we net zo goed... Ja, wat boeit het eigenlijk ook. Lever gewoon in dat bronzen team, zou ik zeggen. En dan is het helemaal top. En dan hebben we deze SBC gedaan. Dat is 1. En dan kunnen we doorgaan naar de zilveren SBC. Want die kunnen we ook gewoon gelijk doen natuurlijk. Exactly silver. Nou, kom maar op. Die lever ik ook gewoon gelijk zo in. Dan doe ik even zo. Bim, badaboom. Kijk. Oké, dat is squad nummer 2. Dat zijn alweer twee squads ingeleverd. Laten we even snel deze twee packjes openen. Oh nee, we moeten eerst José Fonte inleveren. Laat maar. Laten we dat eerst even doen. Kijk, dat is het volgende team. Lekker. Verratti en José Fonte ingeleverd. Houd in dat ik... Verratti terug kan halen en die weer kan inleveren. Dat betekent ook dat we deze packs even kunnen openen. Want José Fonte kunnen we nu terughalen. Dat is lekker, want die kan ook weer gelijk in de volgende SBC. En dan hebben we een megapack hier met 82 plus is minimaal. Kijk, een bordenspeler. Toppie. Wie is dit? Volland. Nou, bedankt jongens. Daar word ik heel blij van. Dank je. Oké, nou, dit is niks. Maar we gaan even de volgende SBC doen. Kijk, heerlijk. Volgende team is ingeleverd. Nog maar twee te gaan. Oké, we komen dichterbij. RVP, jongens. Heerlijk. Oké, Packy met 81 plus gegarandeerd. Wat zit erin? Niks. Jammer. Ja, ik zie dat niet om te lachen. Oké, volgende team ook ingeleverd. Nog maar één team te gaan. We hebben weer even een nieuw Packy. Hier zit helaas geen gegarandeerd iets in. Maar het boeit toch niet, want je packt bijna toch nooit iets. Maar nog één team, jongens. En dan hebben we eindelijk Robin van Persie. Moments ook nog eens. Oké, jongens, het is zover. We hebben de laatste speler. We gaan hem inleveren. En dan is die binnen. Dan is die binnen, hoor. Heerlijk. Daar is die. De captain. De Robin van Persie. Arsenal legend. Feyenoord legend. Icon moments van Persie. Ja, ik vind het... Ik weet niet. Ik ben altijd wel fan geweest van Persie. Ik vind hem hartstikke vet. Dus, daar is onze icon toch nog deze video, jongens. Niemand minder dan RVP. 95 schieten. Die gaan we ooit nog dit jaar gebruiken in het beste Nederlands elftal. Dat ga ik beloven. Heerlijk kaartje ook. 98 dribbelen. Oké, mijn hele fut loopt vast. Ik denk dat ik fut even opnieuw op mag starten.
Oké, nu mag ik er wel naar kijken. Ik heb even FUT opnieuw opgestart. 4-4 star, high-low is ook lekker. 88 pace, 92 dribbelen, 95 schieten dus. 88 pass, wat ook niet slecht is. En 77 physical, heerlijk. Dan hebben we nog één klein packie. En daarmee gaan we deze video afsluiten. Laat even weten wat je van al die packs voelt. Small, rare, gold place pack, wat is dit? In ieder geval niets waar een walkout in zit. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nog vet? Doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je helemaal niks. En hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later. Jongelui, als je 15 bent, niet masturberen, trainen.